In meer wetenschappelijke teksten wordt elke afbeelding voorzien van een nummering en een korte omschrijving. Dit om eventueel een afbeeldingenregister toe te voegen op een later tijdstip. Uh, maar ook dus om je tekst een beetje ja, meer structuur te gaan geven. Nu, laten we even kijken hier bij onze Facebook advertentie hoe dat we dit kunnen doen. Wel, bijschrift toevoegen is vrij uh, rechttoe recht aan. Klik met je rechtermuisknop op een afbeelding. Uit het snelmenu kies je voor bijschrift. En dan heb je hier de mogelijkheid om een tekstje te gaan inschrijven. Bijvoorbeeld um, vintage reclame van Facebook. Of voor Facebook. Natuurlijk een beetje verbeteren. Voilà. Dus de categorie in dit geval is een afbeelding. Ja, het is een afbeelding. Geen tabel, of tekst die we hebben. We kunnen die gaan nummeren en ik kies voor de nummering 1, 2, 3. Je kunt ook kiezen voor een ABC nummering. Ik kies voor die Arabische nummering. En de positie die zal beneden zijn. Dat kan ik momenteel even niet aanpassen. Tenzij ik hier op opties klik en dan kan ik hier nog bepaalde zaken aanpassen aan die bijschriftopties. Nu, als ik op oké OK klik, dan zie je hier in feite een frame verschijnen. Namelijk afbeelding 1, vintage reclame voor Facebook, dat is dus mijn tekst die toegevoegd wordt. Merk op, er is een nieuw opmaakprofiel gemaakt, de opmaakprofiel afbeelding. Dus als ik hier de opmaakprofiel afbeelding ga wijzigen, en ik wil bijvoorbeeld dat lettertype een beetje kleiner maken, bijvoorbeeld 8 punten, dan kan dat door die opmaakprofiel afbeelding te gaan aanpassen, zoals ik nu net gedaan heb.